We zitten op de poli bij dokter Berggraaf, huisarts. Heel Suriname, zo lijkt het tenminste, heeft griep op dit moment, of COVID. Dokter Berggraaf, wat kunnen mensen doen die op dit moment griep hebben? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor mensen is op dit moment. Hou er rekening mee dat het regentijd is. Hou er mee dat er veel muggen zijn. Hou er mee dat je meer thuis bent. En daar zit eigenlijk het hele probleem. Griep hebben we altijd gehad. Dus verkoudheden heerst op dit moment. Je moet thuis blijven, je hebt andere, ja, je kan weinig eruit, er is weinig zon, dus een probleem met virussen. En virussen zijn ons probleem. Virussen hebben geen verstand. Waar ze een plek vinden, daar gaan ze zitten en ze proberen er altijd alle munt uit te slaan. Dus dat wil zeggen, als hij je paat, zal hij niet zeggen, oh ja, bij deze moet ik lief zijn en bij die niet, het spijt me voor je. Je gaat er last van hebben. Het is dus de tijd dat we allemaal griepverkoudheden hebben en corona is ook een griepvirus, klopt. En dat is waarom mensen zeggen, het is toch maar een griep? Ja, klopt, het is een griep. En griep heeft te maken met weerstand. Als je weerstand goed is, kom je er snel doorheen. Dat is waarom mensen soms kunnen het zeggen van, ik krijg nooit griep. Okay. Je weerstand moet goed zijn. Helaas moeten we zeggen dat vaak onze weerstand niet goed is. Mm-hmm. En dan krijgen we inderdaad echt klachten ervan. Verkouden, koorts, hoofdpijn, je neus loopt, je hebt je voetje niet lekker, je spieren doen je pijn. Van alles en nog wat. Dan moet ik erbij zeggen, muskieten, want ik noemde het al. Mm-hmm. Dus dat we zeggen, we moeten dingen niet vergeten. Yeah. We moeten chikungunya niet vergeten. Noem maar op, die zijn er allemaal ook nog, die gewoon rustig hun gang gaan. En dus natuurlijk ook voorkomen. Dus het lijkt alsof iedereen ziek is. En natuurlijk worden we doodgegooid met corona, corona, corona. Maar eigenlijk is het niet anders dan wat het altijd is. Met een toetje erop van corona. Ja. Dat is wat we zien. En het belangrijkste is, mensen, let erop. Je moet binnen zitten. Gooi je ramen open. Okay. Klein beetje zonlicht. Ga alsjeblieft buiten. Virussen houden er niet van als je genoeg drinkt. Dus let erop dat je genoeg drinkt. En veel mensen weten niet hoeveel ze moeten drinken. Dus alsjeblieft, drink alsjeblieft iets tussen 2 en 3 liter aan vocht. Zorg dat je goed eet. En dan, ja, ik bedenk me net bij goed eten, wat is goed eten? Yeah. Fruit, groente, laat je rees staan. Zorg dat je genoeg fruit en groente hebt. Eet wat vis, eet wat vlees als je dat lekker vindt voor mij. Maar zorg dat je gezond blijft. En beweeg alsjeblieft. Bewegen is ons groot probleem. Ga een beetje buiten in de zon staan. No? Een paar oefeningen. Iedereen kan dat. YouTube, de hele dag zitten we op Google. Zoek even een paar oefeningen. En we zijn oké. U had het ook over weerstand. Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat ons weerstand in place is? Weerstand moet je opbouwen. Hè? Okay. Dat komt niet 1, 2, 3. Dus niet als we denken, oh mijn god, ik voel me niet lekker. Dan ga ik nu mijn weerstand opbouwen. Dat werkt niet zo. Dat moet je van tevoren doen. Weerstand bouw je eigenlijk op door goed bewegen, dus lichamelijke conditie, zodat je hart en je longen in conditie zijn. Dat we zeggen, ik kan niet met 500 kilo lopen en vinden, ik ben in conditie. Mm-hmm. Dat werkt niet. Ik ga moeten zorgen dat ik afval en dat ik ga bewegen. Je hoeft geen marathon te lopen, maar ga wel iedere dag een uur lopen. No? En niet lopen van, Tamara. Nee. Doe een beetje de pas erin. Dat is wat we moeten doen. Ben je goed en je hebt de fiets, ga fietsen. Als je iets meer kan, probeer het te doen. Maar zorg dat die lichamelijke conditie erin komt. En mensen, alsjeblieft, rook niet. Rook niet. Roken is het slechtste wat je voor je longen kan doen. Rook niet. Als we die lichamelijke conditie hebben, ja, dan moeten we zorgen. Dit is derde klas lagere school. Bouwstoffen, vitamine, zorg dat ze er zijn. Dat we zeggen eiwitten, dat we zeggen vitamines, dat we zeggen koolhydraten, dat we zeggen een beetje vet. Let erop. We hebben die lessen allemaal gehad, dus het is geen nieuwe stof. Ja. That's it. Ik had die vraag eigenlijk aan het begin moeten stellen, dokter Berggraaf, maar merkt u ook op uw poli dat er veel meer mensen komen met griepverschijnselen? Absoluut. Zeker weten, er zijn zeker meer mensen met griepverschijnselen. Ik heb toevallig nu een aantal ook met dingen, okay. Dus dat zit er tussenin. En natuurlijk, ja, we kunnen niet helpen.
3/4 is Omicron, we kunnen het draaien hoe we willen, dat zit, dat is wat in de hele wereld gebeurt. Maar geloof me, als mensen zich aan de regels houden, loopt het eigenlijk wel goed. En loopt het met een sisser af. We zien ook dat er minder opnames zijn, we zien ook dat er minder mensen op de IC liggen. Als we ons aan de regels houden, komen we er. Over regels gesproken, een van ze is mond en neuskap op hebben, ja. Ook als je ruimtes binnen gaat en zo. Maar ik zie, dokter, dat mensen buiten, soms zijn ze aan het fietsen, soms zijn ze aan het lopen, ook een mondmasker op hebben. Mag dat? Kan dat? Kijk, mogen is een ander ding. Ja. Je mag altijd. Maar het is niet zinvol. Okay. Omdat op het moment, kijk, de overdracht heeft te maken met concentraties. Als ik in een gesloten ruimte zit, de airco aan, de lucht blijft hetzelfde. Wij stoten continu virus uit, dus de kans dat ik besmet raak is groot. Als ik buiten ben, het vervliegt gelijk in de buitenlucht. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over, die concentratie is hoog, dus ik ga. Mag je rustig je mondkap afdoen. Goede lucht naar binnen. Zorg dat je niet achter een auto staat waar er een heleboel uitlaatgassen uitkomen natuurlijk. Maar zorg dat je gewoon verse lucht naar binnen krijgt. En je hoeft echt buiten je mondkap niet aan te doen. Natuurlijk moet je niet in een groep van 30 mensen gaan staan dicht bij elkaar. Ik bedoel, dan krijg je vanzelf dat de concentratie stijgt. Maar als je genoeg afstand hebt, prima. Oké, okay. Dan ga ik u nog een vraag stellen. En natuurlijk is in de medische wereld nu alle aandacht op COVID-19 en de varianten die steeds op ons afkomen. Hoe staat het met de andere patiënten die ook andere zorg nodig hebben? Krijgen zij dat wel voldoende volgens u? Eigenlijk mag u mij die vraag niet stellen, want dat is geen goede vraag van mij. Ik moet even nadenken hoe ik die vraag beantwoord. Helaas door de... Het overweldigen van de hele wereld door dat ene virus is iedereen zo geschrokken dat we vergeten zijn om andere dingen te doen. En u weet dat dat na het eerste jaar een van de grootste problemen was. Mensen die geopereerd moesten worden aan hun hart, aan hun nieren, aan hun longen, just call it. Eigenlijk hebben ze niet gehad wat ze moesten krijgen. Hun zorg is totaal de mist ingegaan. Het lastige is dat na zoveel jaar ziekenhuizen zijn uitgeput, personeel is uitgeput. Dus voor je dat ook weer oppakt, het bleef heel langzaam op gang komen om de mensen die andere zorg nodig hebben, om dat te geven zoals dat hoort. En eigenlijk zeg ik altijd, mensen klagen over discriminatie, want alles is COVID enzovoort. Yeah. Het is ook discriminatie naar de andere mensen toe, die andere dingen hebben, waar niet naar gekeken wordt. Dus, laten we een beetje nadenken en proberen om ook oog te hebben voor elkaar. Ja, maar ik heb geen COVID. Ja, maar die ander heeft ook iets. Please, take care a little bit. Dan komen we er. Okay. Wat wilt u tot besluit zeggen aan degene die kijkt? Ja, wat zou ik willen zeggen? Ik ben bang dat we in dit geweldige land van ons, want ik blijf het zeggen, ik zal de laatste zijn die het licht gaat uitmaken hoor, ik ga nergens. We hebben een prachtland, we hebben een schitterende bevolking. Nergens kom je mensen tegen die zo met elkaar leven. Ik zie het alleen jammer genoeg een beetje misgaan en dat is jammer. COVID doet daar inderdaad een hele grote druppel op. Mensen worden erg egocentrisch en egoïstisch en kijken alleen naar zichzelf. Terwijl we eigenlijk gewend zijn naar de ander te kijken. Ik zou mensen willen oproepen en vragen om echt een beetje meer aan elkaar te gaan denken. Waarom moet ik die mondkap opdoen als ik binnenkom? Ik heb niks, ja ik weet. Yeah. Je voelt niks. Maar je weet niet wat je meedraagt. Bescherm die anderen. Doe het op. Waarom moet ik mijn handen weer spuiten? Ik heb het toch zo net gedaan. Maar mijn gast, ik weet niet wat je hebt aangeraakt. Maak je hand schoon. Wat is zo moeilijk aan dat ding?
We kunnen geen brassa geven. Lastig. Laten we proberen om rekening te houden. Ik lees niet op uw hoofd of op uw hoofd wat het onderliggende is. Ik ben voorzichtig. Laat ook voorzichtig zijn naar de ander toe. Dat is wat ik wil zeggen. Dank u wel, dokter Berggraaf. Graag gedaan.